belangrijkste competitie doen hier in Dakar. Dat is namelijk de RTL GP Dakar koffercompetitie. Jij gaat namelijk de baan overnemen van jouw monteurs. In die koffer hebben wij een onderdeel zitten van jouw auto. Die ga je helemaal in elkaar zetten. Want als jij namelijk in de woestijn staat, moet je ook zelf doen. Heb jij deze man ook niet bij je? En dat willen wij wel zien hier in de video. 1, 2. Dat is het. Kom maar lopen. Wat is dat? Een lamp. Dat is wel? Ja. En die moet ik in mijn gaten hebben. Yes. Zitten vier schroefjes in? Jongen, heb je niks bij je? Maar als je in de woestijn staat, is het hetzelfde probleem. In de kostijn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de 7. Je bent nog vrij handig. Kijk, gelijk waar het zit. Is dat de knippenlicht of schelen? Hoor je dat? Twee tijden van, dat weet je. Is het er ook in? Ja? Ik ben er bijna. Oh, wat ben jij dat doen? Doe toch eens. Nee, nee. Wat zijn de twee gedaantjes? De mis je er een, volgens mij. Ja, ik heb een soepje. Ah, zoek maar de mis je er nog. Ah! En dan moet je echt niet. Kom, ja, kom. Zo, als je nu gaat rijden. Hij is slimmer dan ik dacht. Jongen, jongen. Wat hebben jullie toch maar aan varen gedaan, joh? Hé, kijk erin of je ziet een soepje. Ja, staat daar wat? Hallo, jongens, ik zie nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jongens, eerst moet je een video zelf doen. Nee, maar ik zou wel moeten doen. Op deze groepje kan ik gewoon trekken, hoor. Ja. Nee. Jongens, er ligt hier, daar moet je mee vastzetten. Ja, ik moet zeker uit. Wat is dit? Die hier klimt. Oh ja. Ah, wat is echt wel handig. Dat is wel handig, jongens. Nou, dat is toch handig. Dat is wel gewoon lukken. Dat is goed. Jij hebt erover gedaan. 4 minuten. En 3 minuten. Nou, dat is niet slecht, hè? Ik heb gewoon een minuutje in slimmer. Dat denk ik niet. Moet ik vertellen wie de volgende moet zijn? Ja, zeg het maar. Doe het maar voor Gerard Roy. Ik wil eens kijken waar aan het rijden is. Ja? Ja. Ga mij nu nog eerder. Super. Gerard, vertel het. Sluis, dat was 4 minuten, 23, op naar Gerard Roy.